dream about tomorrow. Virtuositeit heb je in de popmuziek niks. Weet je, het is achtergek, maar ik bedoel, je moet in dienst staan van de song. En de meeste muzikanten zijn egocentrisch ingesteld. En, het kan nou helemaal niet anders, dat bestaat er helemaal. En die mensen, ja, wij zijn allemaal gelijk. Of je nou bij de crew hoort, of je bent muzikant, we staan allemaal gelijk. En er zal weleens waar af en toe wel eens wat een schermutseling zijn. Maar we zijn allemaal gelijk waardig. En dat vind ik belangrijk. Dus niet, dat is de zanger, ik zal maar niks zeggen of op mijn tenen moeten lopen, want anders wordt hij kwaad. Nou, er zijn genoeg voorbeelden van te noemen natuurlijk in Nederland. En dat is dit niet. Het is gewoon een vriendengroep die met elkaar iets moois willen neerzetten, dat is het. En welk nummer van het album denk jij van dat zou wel eens een hit kunnen worden? Nou, we hebben een nummer uitgekozen. Fire heet dat nummer. Laat eens een stukje horen. Moet je niet vragen waar het over gaat, als je Fire? Of moet je dan eerst... Ik denk... Waar gaat het over? Nee, maar ik zal me eerst laten horen. Mag jij mij vragen van... Waar gaat het nummer? Zou het over gaan? Zijn jullie erbij gekomen? Ik heb gereageerd op een berichtje op Facebook. Dat hij de backing vocals nog zocht. Ja. En jullie zijn het geworden? Ja. Moesten jullie daar nog wat voor insturen? Filmpje? Ja, via YouTube. Foto's natuurlijk. Ja, en op auditie geweest. Ja. Want, weet je wel, kijk, de tour heet Punk Soul Rock'n'Roll. Daar zit alles in. Dus van punk tot soul, breekbare. En dit nummer, nou, vertel het maar, waar gaat het over? Als ik even zo snel luister, Fire, ik denk passie. Passie, het weer vuur dat je voelt voor hetgene wat je aan het doen bent. Maar dat is interpretabel, hè? Ja, het is eigenlijk heel lullig. Het gaat over de natural blush van dames. Dus die rode koontjes. En dat wint mij op. Dat vind ik sexy. Hoe kwam jij op het idee om de Pilgrims weer tot leven te wekken? Dat kwam door mijn dochters. Mijn dochters die zeiden, pap, we hebben je lijf nooit zien spelen. Nou, ik zeg, dan doe papa nog een rondje. Zodoende ging ik mensen inschakelen. En ik ben nogal gauw, als ik niet getriggerd word, om te zeggen, nou, ik doe het toch niet. Nee, dat is al vaker gebeurd. Nu had Elise, heet ze, die had al shows geregeld. Ja, dus ik kon niet meer terug. Dus vandaar. Nee hoor, nee, maar daardoor eigenlijk, dat is de grootste trigger geweest. Van, nou, ik zeg, dan doe ik nog een rondje. Maar toen ik alles in gang heb gezet... had gezet, toen was het gewoon klaar, toen was het echt, toen kreeg ik ook weer heel veel zin erin. Weet je, mijn leven was prima, lekker relaxed en chill, en dit neemt natuurlijk heel veel energie, snap je? Dus alles moet doordraaien, je moet je geld verdienen, gewoon met je normale werk, en dit is gewoon eventjes erbij, maar dat kun je niet eventjes erbij doen, dat is heel veel werk. Ja, en... Hoe lang ga je toeren door Nederland? 20 jaar.
Nee, ik denk dat het bij elkaar zo'n 12 maanden is. En dan doen we 10 shows. Ik ken Reniet al vanuit de drieluikperiode. Dus dan was ik een jaar of 17 of 18. En toen heb ik hem leren kennen. En ja, we zijn altijd een beetje zo doorwezen spelen met elkaar. En Niels hoort daar eigenlijk ook bij. Dus, ja, we spelen echt sinds de 90 jaren samen. Wat is de grootste verandering binnen de band? Als je veel componeert en je maakt veel muziek, dan krijg je een evolutie. Wat is er anders aan jou? Evolutie in sound, in tekst en alles, weet je wel. Dus anders aan mij is dat ik veel ouder ben geworden. En veel meer levenservaringen heb. En dat ook meeneemt in die songs. Maar wat is het grootste verschil? Hoe kan ik horen de oude Reniet en de Reniet van nu? Het bestaat eigenlijk niet zo. Dat is niet zo. Daar ben ik in wezenlijk niet in veranderd. Dus die stem die blijft, is altijd hetzelfde. Kijk, je moet voorstellen, toen ik jong was, een twintiger was, stond ik op die grote podia's en werd gewoon uitgelachen. Omdat er uit dat ieder jongetje een hele zware negroïde stem kwam. Dus het is al eng om op te treden. Hè? Dat is gewoon zo. Zeker als je aan het begin staat, dan denk je van, godverdorie. Heeft dat je ego gekrenkt? Nee. Nee, dat is het mooie. Ik bedoel, ik ben erg verlegen van aard. Vroeger. Alleen als ik op de bühne stond, ja, dan stond er toch een andere persoon. Ten slotte, wat zijn jouw verwachtingen voor de komende 12 maanden? Verwachtingen? Niets. Heel simpel, niets. Ik ben niet zo van verwachtingen. Maar je hebt toch wel een beeld voor ogen. Dat je denkt van. Ik hoop dat wij met z'n allen de mensen kunnen beroeren tot een bepaalde emotie. En welke emotie dat is, dat mag iedereen voor zichzelf bepalen. En als we dat kunnen overbrengen, vind ik het zo dat de mensen naar buiten lopen en zeggen: Jezus. Waar ben je het meest trots op? Moet dat muzikaal zijn of gewoon iets anders in het leven? Wat jij wil? Ja, op mijn opblaastent. Dankjewel.